Ja, mannen, jullie keken net naar elkaar van, het zat er niet in. Nee, klopt. Ja, net wat ik ook al zei. Sindsdien is na het springen altijd ietsjes voorwaarts, ietsjes uit elkaar. En dan, zoals je zo de drie sprongen ook ziet, dan die twee gelofsprongen, die stonden eigenlijk heel mooi. En die worden dan toch eigenlijk nog heel kort. Maar ja, je kunt hem er ook niet achteruit in rijden, want dan, ja, dan krijg je tijdfouten. Dus ik, ja, die drie sprong kwam iets te kort in. En dan op een gegeven moment moest ik die tweede oksel heel erg helpen. En dan springt hij een beetje raar. En dan is het, ja, overleven om eruit te komen. En ja, ik weet eigenlijk niet eens waar ik die andere balken kreeg. Maar dan ben je eigenlijk wel iets van de leg. En dan, ja, weet je, bij iedere balk die valt, ben ik geneigd om hem nog meer te gaan helpen. En dan wordt het eigenlijk niet beter van. Maar ja, ja, het is niet anders. Raf, toen jij de ring uitging, toen kwam Theo naar binnen. Zeg je dan nog iets tegen elkaar of hoe gaat dat? Ja, we hebben even overlegd wanneer we een pilsje konden drinken. Maar nee, tuurlijk niet. Dan, het is ook niet aan mij om Theo uit zijn concentratie te brengen. En, ook geen succes of zo? Dat hadden we ervoor al gedaan en we hebben heel de ochtend tijd gehad. En, nee, dat doe je niet. Ja, we hebben gewoon heel veel samen opgeschoten. En ik denk als we één ding weten, dat we elkaar echt heel veel gunnen. En dus dat is... Dat moet daar niet gebeuren. Hoe was het als twee mannen tussen de vrouwen? Ja, de koning te rijk, hè? Dat snap je zelf wel. Je bent natuurlijk toch drie dagen vanuit. Of twee weken. Nee. Ja, goed, dat maakt me op zich niet zoveel uit. Ik denk dat we een hele leuke tijd gehad hebben. Sportief gezien had het misschien ietsjes beter gekund. Maar goed, ik doe dit ook niet iedere week, dus ik kan erover gezeuren. Maar ja, weet je, ik kan er nu niks meer aan veranderen. Ik heb het geprobeerd en ja, ik had liefst een paar balken minder gehad, maar ja, het is niet anders. En Raf, wat was het toch met dat springen bij jullie? Ja, ik weet ook niet goed. Ik dacht anders dat dat parcours ons wel lag. Ja, zoals Theo zegt, we hebben, ik denk zelfs naar het einde van de week werd de band met de ruiters gewoon beter. We hadden een goed gevoel. Ik weet niet goed, ik moet het eens goed analyseren. Ik had te veel spanning op mijn paard. Werd hij een beetje overhaast en dan zelf denk ik dan ook een beetje te hard ingrijpen. Niet mooi genoeg rijden. Ja, gewoon, dat mag niet meer gebeuren denk ik. Stom dat hier gebeurt, maar ja, we kunnen er nog uren over bezig blijven. Maar het is gewoon, het is voorbij. Theo, kunnen we stellen dat de doelstelling niet gehaald is? In principe ben ik niet zo van de doelstellingen. En als je, in Rio heb ik hem niet uitgereden en nu ben ik strak aan de finish. Dus ik bedoel, doelstelling. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een leuke tijd. En ja, soms zit het mee en soms niet. En de cross gaan jullie nooit meer vergeten, hè? Nee, goed. Ja, die cross was goed, maar alles was... Ja, het was gewoon een heel interessante week. Wij hebben natuurlijk met Rens en ik een heel onervaren combinatie op dit niveau. Maar ja, zoals Theo zegt, we kunnen het gewoon niet terugdraaien en het is ook niet slecht geweest. Maar ik vind de tijd van ja, het was oké, we hebben uitgereden, die is echt wel voorbij, vind ik. En je gaat niet naar een WK om als team negende of weet ik hoeveelste te worden. Je gaat voor die top 6 en als je dat dan niet haalt, dan is het niet goed genoeg. Dat is gewoon heel klaar, denk ik. Ja, en dat pilsje, dat komt toch wel, Theo? Ja, zeker. Maak je niet druk.